Hey Bethesda, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal Bethesda. Vandaag wil ik met jullie even over iets gaan praten wat mij op dit moment heel erg irriteert. Aan namen zeggen Call of Duty Black Ops 3, en dat wil ik gewoon vandaag met jullie gaan overleggen. Want ik denk dat ik niet de enige ben die dit vindt. En ik lees het ook af en toe in de comments. Dus ja, ik ben gewoon benieuwd wat jullie hiervan vinden. En ik vraag dan ook straks om eventjes jouw mening in de comments achter te laten. Zou je weten, was Black Ops 3 toen hij net uitkwam en gewoon een hele lange tijd na de release echt een fast-paced game. Heel het potje ging super snel. TDM potjes waren zo voorbij. Ook al waren het 100 kills. Iedereen liep gewoon rond in de map. En ik spotte bijna, let op, bijna geen campers. Maar wat mij de laatste tijd heel erg opvalt in Black Ops 3 is dat potjes altijd langer dan 7 minuten duren. Maakt niet uit op welke map. Nuketown en Combine vallen af. Combine had ik laatst ook een potje die gewoon bijna 10 minuten lang duurde. En ja, speel gewoon verder op de map Hunted. Ben jij 9 minuten bezig, soms 10 minuten en heb je niet eens de maximale kills die je kan bereiken in een potje TDM. En wat mij opvalt, dus wat ik al zei de laatste tijd, is gewoon dat de game heel erg langzaam speelt. Niet iedereen rent er meer op af. Er zijn heel veel campers op dit moment in elke game. Want Domination kan je heel moeilijk spelen zonder dat je campers tegenkomt. En ik zie heel vaak comment dat ik meer Domination moet spelen. Maar wat ik dus irritant vind is dat als je Domination speelt, je 9 van de 10 keer doodgaat door iemand die in een hoekje zit te campen met tripmines, etc. Dus ik wil deze video even met jullie maken. Niet om mezelf in te dekken dat ik geen Domination wil spelen, daar niet van. Maar het gaat mij er gewoon om dat als je vergelijkt met, laat maar zeggen, de game toen die net uitkwam met 3-4 maanden daarna en de game hoe die nu speelt, zit er gewoon een heel groot verschil in. Dat is mijn mening. Ik heb meerdere mensen daarover zien tweeten. En mij irriteert dat gewoon heel erg. Omdat een game zoals Black Ops 3 speelt gewoon heerlijk zoals hij was. Super snel. De boostjumps vond ik zelf niet eens irritant. En ik vond het gewoon een hele chille game om te spelen. Maar op dit moment, als je bijvoorbeeld echt alleen maar tegen campers komt en je wil opnemen, is dat gewoon heel erg irritant. Als je bijvoorbeeld gewoon een chille video probeert neer te zetten en je alleen maar tegen lobby's komt waar mensen letterlijk stil in een hoekje zitten, waar je niet heel erg veel aan hebt. Dus ik blijf natuurlijk gewoon Black Ops 3 spelen. Maar ik speel, zoals ik in de opnames ook wel eens gewoon zeg, Black Ops 3 letterlijk nu alleen nog maar voor opnames. Buiten mijn opnames speel ik bijna geen Call of Duty meer. Want ik wacht op dit moment echt heel erg op Call of Duty World War 2. Daar heb ik echt weer zin om achter mijn PlayStation 4 te kruipen en die game te gaan spelen. Maar op dit moment heb ik dat met Black Ops 3 niet meer. Ik heb dat echt serieus waar heel lang met Black Ops 3 gehad. Je kan het ook zien, ik ben level 1000. En dat was ik gewoon heel erg snel al nadat die nieuwe levels er 1 kwamen. Dus dat zegt wel hoeveel ik deze game heb gespeeld. Ik heb geloof ik bijna 30 dagen playingtijd in de game. Wat ook echt super veel is. En Call of Duty World War 2 wordt sowieso al een langzame Call of Duty. Omdat je geen boostjumps meer hebt. En maar dan heeft iedereen het, laat maar zeggen. In dit spel, Call of Duty Black Ops 3, heb jij boostjumps, heb je enemy boostjumps. Maar als je enemies er geen gebruik van maken en letterlijk gewoon stil gaan zitten, moet jij er steeds op af, waardoor het potje al 10 keer langer duurt. En je 9 van de 10 keer in de nadeel bent als zij in een hoekje zitten en jij komt daar binnen lopen. Want je hebt er niet zoveel aan, weet je. Dus maar zoals ik al zei, ik blijf gewoon Call of Duty Black Ops 3 uploaden voor jullie tot Call of Duty World War 2 uit is. En ik weet niet of als Call of Duty World War 2 uit is, jullie nog steeds Black Ops 3 willen zien. Maar ik ben dan van plan om Black Ops 3 een beetje langzaamaan gewoon niet meer aan te gaan raken. Totdat ik er echt een keer zin in heb. Want op dit moment, Black Ops 3 kwam in 2015 uit. Het is bijna 2018. Wat inhoudt dat gewoon de game bijna 3 jaar lang gespeeld is. Ik heb hem sowieso 2 jaar lang echt hard gespeeld. Want Infinite Warfare was niet zo'n denderende game. Die heb ik misschien maximaal, dat zal het zijn, een maandje gespeeld of zo. Ik ben daar wel precies master op geworden. Maar dat was niet de game die mij echt pakte. En dat was met Black Ops 3. Was dat wel gewoon heel erg. En wat ik duidelijk wil maken in deze video is dat ik vind, en ik denk dat andere mensen dat ook vinden, dus laat het even in de comments achter, dat als je kijkt naar de game van release tot 2 maanden, 3 maanden daarna, laten we zeggen, dat tijdsbestek en de game nu, dat Black Ops 3 gewoon heel erg veranderd is. Mede dankzij natuurlijk ook heel veel DLC-wapens, wat de game wel weer leuker maakt, laten we zeggen. Alleen, sommige mensen vinden dat natuurlijk ook niet leuk, omdat ze nooit een DLC-wapen krijgen. Kijk, ik heb heel veel codpoints erin gestoken. Dat is gewoon waar, dat hebben jullie waarschijnlijk ook in mijn video's gezien. Maar andere mensen die dat niet doen, hebben natuurlijk veel minder de kans om zo'n wapen te krijgen. En daarom ben ik ook tevens gelijk weer blij met World War 2, dat ze als het goed is geen varianten van wapens in doen qua supply tools. Maar ik weet even niet precies zeker hoe dat werkt, dat moeten we natuurlijk bij de game gaan zien gewoon. Maar mijn mening van Black Ops 3, het is natuurlijk nog steeds een hele leuke game. Alleen de spelers in sommige lobby's kunnen het heel erg verpesten. En ik hoop dat jullie me daarmee een beetje in kunnen vinden. Als jullie gewoon nog steeds Black Ops 3 willen zien, maakt me niet uit, want ik ga het gewoon nog steeds voor jullie uploaden. Alleen Domination potjes vind ik wat moeilijker om, laat maar zeggen, leuk in te blijven, omdat ik heel vaak triggerd word door campers. Maar
Als je het gewoon heel graag willen zien, laat het eventjes in de comments achter. Laat jouw mening eventjes achter of ik vind dat ik gelijk heb of niet. Want dan kan natuurlijk, jullie mogen gewoon je mening achterlaten. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Drop even je blauwe duimpje omhoog, natuurlijk enorm. Abonneer je onder eventjes voor meer. En ik zie jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video, jongens. Doei!